Ik ben onderweg naar mijn fiets. Het is heel glad. Nu ga ik fietsen. Joejoe. Nou, ik heb alweer een fietstocht op zitten. Nu ga ik even de hondjes eten geven. Oh, ik liep tegen een hond aan. Let's go. Kom hondjes, lekker eten. Kijk zo happy ze allemaal zijn. Oké, hoe ga ik dit doen? Twix, wat ben je daar? Nou, die hebben we ook weer gegeten. Kut, dit is echt de reden waarom ik nooit thee zet. Ik kan het echt niet. Oké. Ik moet wel even scherp zetten hierop. Zo. Dat was grappig. Ik kwam erachter dat ik nog thee had. En dat is zeg maar een beetje koud geworden. En kijk mijn leuke mok. Kijk deze leuke beker. Lekker goud met glitters. Hij is heel groot. Mijn vlog is af. Het is nu 10:55. En ik ga nu me omkleden voor het werk. Nou, erg leuk het allemaal. Maar ik ga lekker mijn Power Rangers pak weer aantrekken. Ga ik lekker werken. See you later. Nou, ik deed de camera uit en mijn moeder belde echt 2 seconden later. Het is nog super rustig, want de kerstmarkt begint pas over een uurtje of zo. Dus er is nog echt geen hol en ze staan al met z'n tweeën. Dus ze hebben mij nog niet nodig, dus ik kom pas over een uurtje. Dus dat is lekker, dan hoef ik me ook nog niet om te kleden. Dan, dat scheelt me weer. Wat warmte en wat stank. Ik ga lekker rustig mijn thee opdrinken. We zullen nog even wat eten. Dus... waarschijnlijk bij mijn moeder daarna weer om te zeggen dat het weer wat later kan. Omdat het gewoon echt super rustig is. Het gaat straks wel vol lopen met mensen, denk ik. Ho, hallo, mag ik even wat licht misschien op mij? Ja, want gisteren was het zo erg druk. Gisteren was ook kerstmarkt, alleen... zeg maar, vandaag is de grotere kerstmarkt, dus ja, klinkt een beetje gek. Maar vandaag zijn er dus meer mensen. En is het ook drukker waarschijnlijk, omdat... onze kraam is nu ook groter en we staan ook met 1 man meer en we bakken ook buiten. Dus je kan onze geur van oliebollen echt door heel dorp ruiken. Dus dat is wel beter dan. Nu ga ik even lekkere bollen eten van de bakker. Lekker. Want ik heb een beetje honger. Jongens, ik heb het idee dat ik vandaag gewoon helemaal niet meer hoef te werken. Want ik ben weer gebeld dat ik weer 1/2 uurtje later kan beginnen. Dus nu wordt het 12:30. Ik ben nu trouwens de Gossip Girl aan het kijken. Maar ik heb net thee over me heen gemorst. Want ik was aan het eten. En toen ging ik drinken. En toen schoot het op mijn verkeerde keelgat. En toen moest ik hoesten. En toen viel het gewoon... al het drinken viel gewoon uit mijn mond. Ik kan echt goed drinken, man. Oké. Het is nu 12:00. En ik ga nu me omkleden. Nu ga ik het echt doen. En ja, ik ga me omkleden. Nou, ik ben niet meer gebeld. Dus het zal wel betekenen dat ik om 12:30 inderdaad kan beginnen. Ik ga nog even mijn haar in het snaren doen.
Want ik heb het nog. Oh nee, een vlecht. Nog even mijn haar borstelen. Dat heb ik nou ook nog niet gedaan. Oké, dat is echt heel grappig. Mijn moeder belt weer net. Ik stond net op het punt om mijn schoenen aan te gaan doen. Bel mijn moeder weer. Ja, want dus, mijn moeder staat nu met Juri, mijn broer. En ze zegt, ja, het is eigenlijk toch nog te vroeg om, of te rustig om met z'n drieën buiten te gaan staan. Dus ik kan weer een uur later beginnen. Dus nu wordt het 1:30. Oh, lol. Inmiddels is het wel alweer 1:15 en ik ga even de hondjes vast doen. Kom hondjes, plaats. Ze doet gewoon helemaal niks, ik moet er zelf gewoon verplaatsen. En kijk eens wie we hier hebben. Moeders. Hier zijn. Het is echt 5 euro voor een doosje of zo. Hey bakker! Hey, hallo! Hoe gaat het hier? Ja, prima, bollenbak hè? Wil je mij vertellen wat je allemaal doet hier? Jazeker. Ja, hallo. Wie ben jij trouwens? Hier worden de oliebollen gebakken, ik ben Frank. Oh, kijk nou! En ik ben Henk en ik sta echt oliebollen te bakken. Dit zijn zonder krenten? Dit zijn oliebollen zonder krenten. Die is ook al klaar. Wat, moet ik hier instappen? Oh, een deeg jongens. Een deeg van de oliebollen. Hey. Hier staat het te rijzen of niet? Ja. Hier staat het te rijzen. Kijk eens aan. Oh, het ruikt lekker. Het ruikt echt naar rozijnen. Yummy. Ik heb er bij de hand. Ga weg joh. En dit, dames en heren, is gewoon high fashion. Kijk, mijn vingers komen er gewoon niet eens tussenuit. High fashion trui, jongens. Goed, ik moet het er maar weer doen. Ik ga ook even. Ja, dat is het, joh. Mijn muts ligt nog beneden, die heb ik beneden laten liggen. Oké, nou. We zijn er weer. Helemaal klaar voor. Nu ga ik lekker werken. Zie je later. Doei. Nou, het is echt super druk. Het is nu ongeveer 4:30. En ik heb lekker een chocomel gepakt. Ik heb even een pauzetje. En wat echt super kut is. Ik had mijn telefoon hierboven neergelegd op die strijkbout. En had ik daaronder of daarop mijn zilveren ringetjes gedaan. Want ik had last van mijn oren, dus had ik even die ringetjes ingedaan. Maar ik kreeg ze niet zelf vast, dus toen had ik ze op mijn telefoon gelegd. Maar nu werd er hier gestreken en toen lagen mijn oorbellen op mijn telefoon. Mijn telefoon nog in een mandje, maar mijn oorbellen liggen er niet. En ik kan ze mijn oorbellen dus niet meer vinden. En ze waren best duur, dus dat is wel kut. Dus ik weet niet waar. Oh, ik zie er eentje liggen op de grond hier. Ik zie er een. Oké. Waar zag ik hem nou? Oké, hier. Er is nog hoop om die volgende te vinden. Oh my god. En kijk hoe klein die is. Je kan hem ook echt heel slecht zien. Dit moet ik jullie ook even laten zien. Want het is echt heel leuk om te zien. Kijk, hier is weer die laptop. Net als ik gisteren liet zien. Dan wordt het hierop afgespeeld. En kijk hoe druk het is hier. Oh my god. Je ziet echt al die mensen hier. En kijk, hier is onze kraam. Hier zie je een beetje de oliebolletjes en appeltjes. Oh, het gaat even wat lichter. Kijk, zoveel mensen hier zijn. Wow. Oh my god, ik zie er zo kut uit. Mijn hoofd is ook echt... ik weet gewoon niet wat hier is gebeurd. Goed. Pff, jezus. Goed, mijn hoofd is echt... Oh, mijn neus jeukt. En usual, maar dat is gewoon van weinig slaap. Want ik heel slecht slaap de laatste paar dagen. Mijn neus jukt zo erg. 10:30 en ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad vandaag. De kerstmarkt was echt super gezellig. En daarna ook uit eten was ook echt super leuk. En ja, ik ga zo lekker slapen. Morgen moet ik om 9:00 beginnen. En dan heb ik gelijk blokker muziek. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik vond het in ieder geval heel erg gezellig. Want ik vond het vandaag gewoon echt een super leuke dag. En dan zie ik jullie allemaal morgen weer. Doe even een duimpje omhoog als jullie tot hier zijn gekomen. En tot morgen. Doei.